In deze video laten wij zien wat de mogelijkheden zijn betreft zonnepanelen voor u als VVE. Voor wie is de opgewekte energie, de verschillende dakopstellingen en subsidies en btw. De opgewekte energie. Optie 1. Collectieve voorzieningen. Hierbij worden de panelen neergelegd voor de collectieve voorzieningen. Denk aan liften, trappenhuizen en garages. Hiermee gaan de gezamenlijke energierekening en de servicekosten mee omlaag en heeft iedereen er dus baat bij. Optie 2. Ieder voor zich, een privéaansluiting. Voor sommige VVE's kan het ook voordelig zijn om voor een privéaansluiting te kiezen. Bijvoorbeeld als er weinig stroomverbruik is voor de algemene ruimtes. De zonnepanelen worden dan aangesloten op de eigen meter. Is er genoeg plek? Dan kan er ook gekozen worden voor zowel privé als collectief. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn wanneer uw VVE een relatief groot dak heeft ten opzichte van het aantal appartementen. Optie 3. Postcode Roos, subsidieregeling. Per 1 april treedt een nieuwe subsidieregeling in werking. U vindt de voorwaarden terug op de website van het RVO. Er zijn twee opstellingen mogelijk voor de zonnepanelen, Oost-West of Zuid. Oost-West is een zogenoemde dakopstelling. Dit wordt veelal gebruikt wanneer de ruimte beperkt is, maar het wel de rekening dekt. Voor een dakjesopstelling is er namelijk maar 1,9 vierkante meter nodig ten opzichte van 2,5 vierkante meter voor een Zuidopstelling. Een Zuidopstelling neemt dus meer ruimte in beslag, maar doordat de zonnepanelen op het zuiden zijn gericht, leveren ze tot wel 10% meer rendement op. De soort. Er zijn tegenwoordig vele soorten en maten zonnepanelen te koop. Vaak zijn de zonnepanelen blauw of zwart, waarbij ze evenveel rendement behalen, maar waarbij de zwarte wel wat duurder zijn. Ook worden de zonnepanelen steeds beter en groter en leveren ze dus meer rendement op. Maar ze worden ook steeds prijziger. Welke optie voor u het beste is? Ga daarvoor naar uw adviseur.